allemaal. Er zijn weer nieuwe spulletjes binnengekomen, dames. Dus ik denk, nou, dan moet ik jullie weer even live laten zien. Ik word daar zelf altijd helemaal enthousiast van. En dan vind ik het toch wel het leukste om het gewoon eventjes live met jullie te delen. Dus dat gaan we nu ook eventjes doen in deze spontane live. Ik had me net al weer bedacht, je kunt ook gewoon bestellen in deze live. Als je dat handig vindt, dan zet je het gewoon in de reacties. Ik ga hier even mijn schermpje aanzetten, want dan kan ik jullie meteen meelezen. Ja, dan moet deze zijn. Nou, vanmiddag in de Tiki Live had ik hem natuurlijk al laten zien. Hè? Het nieuwe papiersetje wat we vandaag binnen hebben gekregen. Hij heet Kerst in een kopje. Nou, waarom? Dat heb ik je natuurlijk net al in mijn Insta-stories laten zien. Er zitten allemaal kerstfiguurtjes in. In een kopje. Dus vandaar de naam Kerst in een kopje. Ik heb in deze nieuwe papierset heb ik 3 vellen met plaatjes gedaan. Kunnen jullie lekker veel knippen. En dan heb je ook genoeg aankleding om je kaartjes aan te kleden. De papierset Kerst in een kopje die kost €5,99. Je mag dus meteen in deze Tiki Live mag je ook bestellen. En we hebben vanaf vandaag weer een leuke actie. Hè? Want alles wat in je Tiki mandje valt, daar krijg je 10% extra kassakorting op. Ja, alles wat je vanmiddag al besteld hebt, Sandy, hoef je natuurlijk niet opnieuw te zeggen. Want anders gaat het dubbel, dus dat is niet handig. Dus gewoon 1 keertje even roepen wat je wilt hebben en dan komt het in je mandje. We doen dus meerdere livestreams op een dag. Gaan we lekker heel de week de mandjes weer vullen. Dus ik zal alles wat er binnenkomt ook echt allemaal eventjes live laten zien. 10% extra kassakorting krijg je dus op alles wat je bestelt. En je mag dus gewoon in deze live je bestelling doorgeven. Ik ga even het papier laten zien. Die is echt tof. Ik heb er al wat plaatjes uitgeknipt. Ik heb dus 3 knipvellen met plaatjes. En er zijn niet alleen gnoompjes en diertjes in een kopje. Pingwingetjes zitten er ook op. Ook weer van die winterse huisjes. Ik heb er een keer andere diertjes in gedaan voor kerst. Zoals een vosje en een konijntje. Kijk, deze ook leuke. Het nijlpaard in een kopje. De leeuw in een kopje. Olifant in een kopje. Nog wat losse sneeuwpopjes zitten erin. Deze dan. Een zebra in een kopje met het woordje Noël. Dit is het derde vel wat erin zit. Het derde knipvel. Losse pingwingetjes weer en heel veel losse accessoires. Dus het papiersetje Kerst in een kopje, die kost €5,99. Ik zal nog even gauw de printjes ook laten zien. Kijk, zie je? Beetje van alles wat. Even kleurtjes, streepjes, notebook, van alles zit erin. En de achterkant is ook weer veel notebook. En lichte printjes, kijk, zoals dit. Hier, dat is ook een toffe met zo'n streepje en dat script. Nog een notebookje waar dan weer de plaatjes op terugkomen. Nog meer notebookje. Zou bijna zeggen dat ik daarvan hou bij het maken. Nog een notebook met een gnoompje onderin. En wat hulsttakjes. Sneeuwvlokjes, ruitje, van alles zit erin. Dus Kerst in een kopje, €5,99 voor als je die wilt bestellen. Nou, vanmiddag was Ineke in de winkel. Hè? Ine en ik hadden samen even een Tiki Live gedaan. Oh, en toen dacht ik echt, ik had het al in mijn hoofd, want die mal die was al iets eerder binnen dan, dan het papier. Deze mal van Josette van Elizabeth Craft kregen we vorige week binnen. Toen dacht ik, die past natuurlijk perfect bij het nieuwe papier Kerst in een kopje. Ja, dat notebook is inderdaad heel leuk voor in je planners, inderdaad, Karins. Goed bedacht. Judith, het papiersetje Kerst in een kopje, die zit inderdaad in het festijn voor volgende week, voor 13 november. Daar komt die in. Nou, deze, kijk hoe leuk. Ik heb van Els ook al verschillende lives gezien. De mal van Josette en die heet Warm Winter Mug. Dus warme wintermok. En is grappig, want hij is echt wel een beetje groter, dus het is niet zo'n hele kleine. De hoogte van de mok, even lineaal erlangs, die is 8,5 centimeter. Dus daar kun je echt wel het een en ander in doen. Nou, dan kun je dus verschillende patroontjes maken. Dit is dus de eerste.
Met dat sneeuwvlokjespatroon, die heb ik hier al even in elkaar geplakt. Dat is nummer 1. En de tweede, die vind ik echt te gek. Vind ik ook echt een beetje kraftlapstijl, lekker hip. De tweede, dat is dus met een stipjespatroon. Nou, de mal van Elizabeth Craft, de Warm Winter Mug, die kost €27,99. Kijk, maar je krijgt er echt superveel voor. Het is dus een A4 verpakking, hè, dus een grote. Zo'n candy cane zit erbij. Dit is een toefje slagroom. Chocola gaan we er zo nog overheen maken. Er zit een gingerbread poppetje zit erbij. Koffieboontjes. Sprinkles. Hulsplaatjes. Rietjes zitten erbij. Oh, marshmallows. Die moet ik eigenlijk ook nog bij gaan stansen straks. Dus je krijgt echt heel veel als je deze mal koopt. Het is ook bijna een A4 verpakking. Dus een grote verpakking. Dus de wintermuk stans van Elizabeth Craft. Die is €27,99. Nou, ik zeg proost. Hier had ik hem dus in dit motiefje gedaan. Ja, bij de build-ups is dat inderdaad ook heel leuk, Chris. Dat is ook weer een goede combi. Kijk, maar hier ga ik hem vandaag met het stipje ga ik hem doen. Die vind ik zo te gek. En die gaan we combineren met ons papier natuurlijk. Kerst in een kopje. Ja, het was even een spontane live, Dorothee. Als ik dan nieuwe spulletjes binnenkrijg, dan ga ik daar meteen natuurlijk altijd de schaar in zetten. En dan denk ik, oh, dan wil ik echt even gauw aan jullie live laten zien. Dus het is niet altijd heel lang van tevoren gepland. En ik doe hem dan toch gewoon live. Ik neem hem dan toch gewoon op en denk, ja, komt het je niet uit? Dan kun je hem in ieder geval altijd terugkijken. Hè? Want ik zet hem natuurlijk altijd op ons YouTube kanaal. Dan kun je het filmpje ook altijd later eventjes terugkijken. Nou, kijk, mijn kopje met mijn stipjespatroon. Helemaal leuk, toch? Kun je natuurlijk in ieder gewenst kleurtje doen wat je zelf wilt. Ja, tetje erin. Ik heb hier een andere tet liggen, maar even gewoon voor het idee. Ik heb hier nog een Halloween tet liggen. Kijk, dat past natuurlijk ook prima, hè? Dus even niet de goede, maar even voor het idee. Dus in mijn kopje met de stipjes, die ga ik vanavond gebruiken. Dan had ik mezelf ook nog bedacht. Misschien kan ik hem ook zelfs nog een beetje bol zetten. Dat hij echt een beetje 3D is. Dus ik ga hem zo meteen een heel klein beetje oprollen. Nou, ik neem even een standaard basiskaartje voor eronder zo meteen. Kijk, en dan komt hier zo meteen mijn kopje op. Dit is natuurlijk weer de Shaker Square, hè, van Kraftlab. Die kennen jullie wel. Ja, je kan inderdaad in alle thema's kan je erin werken, Cindy. Ik zie dat ook inderdaad al helemaal voor me. Een gnoom, ja, in het kopje. Ja, helemaal leuk. Ik zie het ook helemaal voor me. Zullen we eerst het kopje aan gaan kleden? Laat ik jullie even zien wat daar allemaal bij zit. Kijk, er zit een candy cane zit erbij. Superleuk gedaan, want die hebben ze ook weer uit twee delen gemaakt, die stans. Dan kun je hem dus heel makkelijk, zogezegd, met streepjes maken, hè. Ook die kun je natuurlijk weer in allerlei kleurtjes doen, hè. Precies passend bij je project. Goedenavond, dames die nog binnenvallen. Ik heb nieuwe spullen, dus ik kon het niet laten om even live te gaan. Dames, en we doen voor het gemak ook maar meteen een tikkie live. Voor de mensen die het vanmiddag nog gemist hadden. We zijn vandaag met nieuwe mandjes begonnen. En we doen weer een weekje 10% extra kassakorting. Ik ben niet in de winkel nu even, dus Joyce gaat morgen alle reacties nakijken. Dus wil je iets bestellen, benoem het maar gewoon. En dan krijg je morgen wel, als je niks hoort, kun je er gewoon vanuit gaan dat het in je mandje zit. En anders krijg je het wel te horen als het niet gaat lukken. Kijk hier, deze komt hier achter, mijn candy cane. Ja, die Shaker Square, die blijft denk ik nog wel even gewoon in het assortiment, hoor. Die is zo basis. En we verkopen die eigenlijk ook nog steeds heel veel. Dus hele mooie basismal. De Shaker Square van Kraftlab. €18,99 kost die. Nou, hier even mijn candy cane in. Dan zit er verder. Kijk, een toefje slagroom zit erbij. Die stanst ook al meteen zo'n leuk stiksteekje. Daar embost die eigenlijk. Ja, Antoinette, de nieuwe ECD-collectie is er ook al. Die heb ik vanmiddag ook al in de Tiki Live laten zien. Dus die is ook binnen. Ik denk dat ik het een heel klein beetje een kleurtje ga geven trouwens. Dat ga ik even doen. Ik ga even mijn bruine tintjes erbij nemen van Studio Light.
Nee, niemand heeft denk ik nog een mandje. Even, want we beginnen vandaag pas weer met nieuwe mandjes. Dus als je een product benoemt, dan gaan we er wel even vanuit dat je het wil bestellen. Dus ben even voorzichtig in wat je aan producten benoemt. Anders is het morgen heel verwarrend voor Joyce. Kijk eens, ik heb een doos met de nieuwe inkten van Studio Light. Er zijn 6 verpakkingen. Die zal ik dadelijk nog wel even laten zien. Telkens met 5 drops. Een beetje bij elkaar passende kleurtjes. En ik ga nu natuurlijk voor de bruine tinten zometeen. Wat we gedaan hebben, Antoinette en ik. Tada, waar is die? We hebben per setje hebben we even een kleurenwaaiertje gemaakt. Dat is voor jezelf gewoon heel handig. Kijk, en dit zijn de bruine tintjes. In de set met het bruin, daar zit dus ook zwart zit daarbij. Ja, we hebben heel veel inktjes gestuurd, Patrice. Dus misschien zaten die jou er ook al wel bij. Gisteren zijn er weer heel veel tikkies weggegaan. Kijk, we hebben deze bruine set. Ze zijn super tof van prijs, hè? De inkpads van Studio Light. €5,99 voor 6 van die druppeltjes. Nee, sorry, €5,99 voor 5 druppeltjes. Dus je betaalt maar net iets meer dan een euro. Bij Studio Light ging het al wel hard, begreep ik. We hebben nog wat opgekocht vandaag. Wil je de inkten? Ik weet niet hoe lang dat ik ze nog heb. Dan zeg ik er wel eventjes bij. Koop je alle 6 sets met inkten, dan krijg je 15% korting. Dan betaal je dus €30,99. En koop je een setje los, betaal je €5,99. En daar gaat dus je 10% extra tikkie korting vanaf. Ik ga even kijken welke bruine dat ik wil. Kijk, ik heb het zo gedaan. Achterop mijn labeltjes heb ik de kleurnummers geschreven. Dan kan ik heel eenvoudig in mijn doos het juiste kleurtje inderdaad zoeken. Nou, ik wil gewoon een hele lichte. Dus de 030. Dan neem ik mijn 030 kleurtje erbij. En dan ga ik hem zo meteen heel lichtjes beinkten. Ik werk met de blending tools natuurlijk van Studio Light. En de half ronde sponsjes. En dan heb ik dus een sponsje gemaakt per kleur. Zoals ik jullie net in de doos ook liet zien. Blending tools. Studio Light heeft nieuwe, hè? Ja, je moet echt even inderdaad... Ja, je moet niet, Sandy. Maar het is heel handig als je die kleurenkaart maakt. Ik werk met deze blending tools van Studio Light. €9,99 zijn die. Dan heb je dus 3 stokjes en 6 kussentjes. En we hebben eventueel nog refills. En in de refill zitten 9 losse kussentjes. Ik heb dus, zoals ik jullie in de doos liet zien, ik houd echt 1 kussentje voor 1 kleur. Dan krijg ik niet zo'n kliederboel. Dus die heb ik netjes in mijn opbergdoos erbij gedaan. En nu neem ik dus mijn lichtste kleurtje bruin. Want ik wil het eigenlijk zomaar een heel klein beetje kleur geven. Niet te veel. Want de basis van mijn mok, die was natuurlijk ook al wit. Kijk, en dan geef ik dit zo heel licht zomaar een toefje. Dat is eigenlijk al genoeg. Dus dit doe ik met de kleur 030 van Studio Light. En hier gaan we eigenlijk even een beetje chocola mee maken. Dat is een chocoladelaagje wat weer op de slagroom komt. Nou, hoe lekker kan het zijn? Daar nemen we even een donkerder bruin kleurtje voor. En de donkerste die er eigenlijk in zit... Kijk, dat is deze als ik in mijn kleurenwaaiertje kijk. Dat is de 027. Dus dan nemen we het volgende kleurtje even erbij. En ook bij mijn 027 had ik natuurlijk al netjes een sponsje. Want we hebben de kleurenwaaier al gemaakt. Zo, het regent me hier toch. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het is hier echt slecht weer. Oh, dat is zo'n gezellig bruin kleurtje, toch? Lijkt wel een beetje mokka kleur. Zo. Dus ik ben helemaal happy met mijn nieuwe inkten van Studio Light. Lekker veel kleurtjes. Neem voor jezelf even eenmalig de tijd om dat dus goed in een kleurenwaaier of zo vast te leggen. Daar heb je zelf alleen maar gemak bij. Dus ik heb deze natuurlijk met de bruine inkt even een kleurtje gegeven. We maken er gewoon een karamellaagje van, dames. Dat is lekker, hè? Dus die komt al boven op de slagroom. Oh, dat wordt een calorieënbommetje.
De bindringen durf ik zo niet precies te zeggen. Sandy, als je even op norazo.com kijkt en je kijkt even op bindringen. Volgens mij zitten er 10 of 12 in een pakje. Kijk. Mijn karamelsaus op mijn slagroom. En bij die stans van Elizabeth Craft, kijk, er zit ook nog een stans voor sprinkles. Dus die gaan we natuurlijk ook erbij doen. Dit is dus de mal waar ik mee werk, hè, voor de mensen die later ingeschakeld zijn. De mal van Josette. En die heet Warm Winter Mug. En die is €27,95. Je krijgt dus deze week op alles wat je bestelt je 10% extra kassakorting. Kijk, ik heb even bruine sprinkles gestanst. Dat wordt hagelslag wat we eroverheen gaan doen. Dus ik ga even wat stipjes lijm zomaar erop zetten. En dan gaan we zo meteen die sprinkles gewoon eroverheen plakken. Kriskras. Ik heb er denk ik een beetje te veel gestanst. Hij stanst dus in zo'n lineaaltje. Stanst hij alles tegelijk mee uit. Maar dat is niet erg. Dat is wel makkelijk. Chocomel met karamel. Nee, het wordt. Ja, het wordt chocomel. Met slagroom. Karamelsaus. En hagelslag. Goeie combi, toch? Kijk, dus hier kun je heel leuk die sprinkles mee op je toefje weer plakken. Die sprinkles zijn een beetje verschillend van formaat qua lengte. Zo, kijk, en zo is het eigenlijk al genoeg, hè? Oh, nog even een beetje lijm. Maar nogmaals, die sprinkles zitten dus in een lineaaltje stans. Dus wel makkelijk, dan stans die in één keer al die hagelslagjes. Maar ik heb er nu dus wat te veel. Ik ga terug in mijn bakje. Ik heb een nieuwe bakjesstick gekregen, hè, dames. Dat weten jullie wel, hè? Kijk, hier heb ik weer een bakje. Want vanmiddag heb ik samen met Ian allemaal zitten stansen voor deze nieuwe mal. Kijk, we hebben ook nog een zwarte. Dat wordt ook leuk, hè? We hebben in de winkel nu deze sets met bakjes, hè? Die heb je dus in alle kleurtjes dan van de regenboog. 8 verschillende regenboogkleuren bakjes voor €19,99 als je die wilt bestellen. Oh, kijk nou. Krijg je toch helemaal honger van. Dus die komt weer in mijn mok. Dat bruine kleurtje is ook een mooie, hè? Van Studio Light. Eigenlijk allebei die kleurtjes wel die ik gebruikt heb. Hier komt dus een beetje lijm aan. Kijk, en op mijn toefje slagroom, daar heb ik dus maar heel licht de inkt overheen gehaald. Dat was die lichtste uit die bruine set met inkt van Studio Light. Dus de 030. Die kan ook weer even opzij. Nou, dan komt mijn toefje slagroom komt in mijn mok. Dat bruin, dat combineert ook weer leuk met dat rode, dames. Zien jullie dat? Ja, Judith, kijk, die sprinkles zitten er inderdaad ook bij. Er zitten heel veel accessoires bij die stansmal. Candy cane zit erbij. Dit is mijn karamelsausje. Koffieboontjes. De sprinkles zitten in dit standje. Er zitten nog rietjes bij. Hulsblaadje met besjes zit erbij. Er zitten zelfs ook nog marshmallows zitten erin. €27,99 is de set van Elizabeth Craft. Dus dat is mijn kopje. Mijn warme choco. Die leggen we even opzij. Je kan dus allerlei variaties maken. Hè? Kijk, hier heb je weer een hele andere. Dus een beetje een klassiekere. Maar die zitten allebei in die set van Elizabeth Craft. Dan ga ik even een kerstboompje maken. En dat moet een beetje een hippe boom worden. Ga ik trouwens ook eventjes met inkt doen. Ik laat eerst de mal even zien. Die is namelijk van Craftlab. Dat is deze. We hebben een opbouwboom. In de nieuwe Friends accessoire serie hebben we deze kerstboom. Die is deze maand uitgekomen. Hij kost €18,99. Er zitten ook zelfs slingers en lampjes zitten erbij. Die ga ik nu niet gebruiken, want dat hoeft niet. Want het komt achter mijn mok te staan. Darline, als je de set met inkt compleet koopt,
krijg je 15% korting. Dus dan is het €30,99 voor 6 setjes van 5 inkten. Dus dan heb je 30 druppeltjes. Dus daar gaat tanine korting vanaf. En koop je de setjes los, zijn ze €5,99. En daar gaat dan je 10% extra tikkie korting vanaf. Maar dat geldt dus niet voor de combi deal van alle 6 de sets. Deze, de opbouwboom, €18,99. Ik ga dus niet de slingers en de lampjes erin gebruiken. Dat vind ik vandaag niet nodig. Past ook niet bij mijn kaartje. Ik wil weer even een beetje een donkerder kleurtje groen. Want kijk, als je dit nu zo op elkaar plakt, dan zie je die verschillende laagjes bijna helemaal niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga de laagjes een beetje aanzetten met inkt. Nou, ik pak lekker de donkerste uit mijn groene setje van Studio Light. Ik ga jullie het groene setje laten zien. Groen is altijd natuurlijk handig, ook voor grasjes en zo. Nee, Daline, die dozen die zijn er niet. Die krijgen we als goed is over een paar weken weer, maar daar kan ik je nu niet aan helpen. De set met de groene inkten. Kijk, van licht naar donkergroen. Leuk ook voor grasjes en zo. Ik neem het donkerste kleurtje. Kijk, ik heb netjes achter op mijn kleur geschreven. 016. 016, dus die halen we even uit de doos. Kijk, dat is een mooie donkere groen. Doe ik mijn kussentje weer op mijn blending tool. En dan ga ik alleen mijn randjes gewoon even kleur geven. Dan zul je dadelijk zien hoe leuk dat dat is. Dus de inkt van Studio Light, hij blendt gewoon super makkelijk. Kijk, en dan krijg je toch net even een ander effect als wanneer je ze dus niet beinkt, hè? Hoef je eigenlijk bij deze alleen even aan de onderkant te doen, want we gaan ze laagje over laagje gaan we ze op elkaar plakken zo meteen. Dus je gaat van klein naar wat groter. Dat is 3. En nummertje 4. En dan gaan we naar de laatste. En dat is de onderste, dat is de grootste. En dan plakken we zo even die boom in elkaar. Ga ik jullie laten zien hoe leuk dat is met die kleurtjes inkt. Ik gebruik dus de donkerste inkt. 016 van de Studio Light inkten. Kijk, en dit, iemand vroeg ook van week, doe je dat met foam? Nou, dat heb ik in dit geval niet gedaan, dat hoeft niet. Maar dan is het wel leuk als je die inkten dus, of als je je delen van de boom dus even aanzet met inkt. Ik ga hem zo close-up laten zien, want dan zie je die overgang wat beter. Een laagjesboom. Ik hou van kerstbomen. We hebben natuurlijk ook die andere smalle kerstbomen nu deze maand. En dit is dus een boom die je zelf in laagjes op kunt bouwen. Zo. Komt het niet zo heel nauw, dat mag best een beetje schots en scheef. Want een echte boom is natuurlijk ook nooit helemaal recht. Zo. Oh Gerda, vandaag vroeg Ineke nog hoe het met jou was. Want die zei, komt ze nog wel eens? Ik zeg, ja, ze komt wel eens. Maar jullie lopen elkaar iedere keer eigenlijk mis. Tineke, Memento inkt is geen water reactive inkt. Hè? Dus hier kun je ook met water en zo op kliederen. Dus een hele ander type inkt als de Memento. Kijk, mijn boompje. Zie je wat ik bedoel met die inkt? Hoe leuk het is als je die randjes dus aanzet. Dan krijg je net een beetje een donkerdere aanzet. Die ga ik zo meteen achter mijn kopje plakken. Neem ik alvast mijn basiskaartje neem ik erbij, want we gaan hem dadelijk lekker aankleden. De boom die komt hier. Ik heb ook dus voor mijn Shaker Square gewoon een printje uit het nieuwe designpapier kerst in een kopje gebruikt. Kijk, en dan komt hier mijn boompje op en daar zet ik zo meteen het kopje voor. En dan gaan we hem aankleden met poppetjes uit de papierset natuurlijk. Achter de boom doe ik nu even wat foamstripjes. Enkele basis, Cindy. Ik maak eigenlijk nooit dubbele kaarten.
Kijk, want dit is de stans van Kraftlab. Die stanst gewoon dit toffe randje, Cindy. Als je dat nou fijner vindt om een dubbele kaart te maken, dan snij je er nog een kaart omheen die je dubbelvouwt. Dat kan natuurlijk wel. Ik doe dat zelf alleen nooit. Ik doe altijd gewoon enkele kaartjes maken. Maar het kan natuurlijk wel, geen probleem. Nou, mijn boompie. Ik vind hem helemaal leuk in deze kleuren. Die komt hier. En dan moet ik even kijken. Want dan ga ik eens kijken of dat ik hem een beetje opgebold op mijn kaartje ga plakken. Ik denk dat ik daar wat dikkere foamtape voor ga gebruiken. Marleen, nee, de set van Studio Light zit niet in de bewaardoos. De set die je kunt kopen, dat zijn dus 6 verschillende pakjes inkt. En er zijn deze kleurtjes. De 5 bruine tinten. 5 groene tinten. 5 blauwe tinten. En je hebt 5 paarse tintjes. 5 roze. En je hebt 5 geel, oranje, rood. En koop je die setjes los, Marleen, dan zijn ze €5,99. Koop je alle 6 de sets samen, dan betaal je €30,99. Maar dat is dus zonder bewaardoos. Die bewaardozen die hebben we eventjes niet. Die komen over 2 weekjes of zo weer. Maar die bewaardozen die zijn wel handig. Want dan passen dus al je inktjes passen daar mooi in. En dan heb ik netjes, zoals je ziet, mijn kussentjes erbij. Ja, dat kan inderdaad ook wat Karin zegt. Als je enkele kaarten maakt, hebben we natuurlijk ook kaarten standaard. Daar hebben we ook standsmallen van. Die kun je er inderdaad gewoon achter zetten. Ik ga even vogelen hoe ik dit ga doen. Stukje tape. Ik neem nu dus dikkere tape dan mijn foam strips heb. Deze is de tape van Heavy Doodle. Dat is een grote rol van 10 meter. Ik ben al een eindje op weg. Die is 5 mm breed, dus een halve centimeter. Ik heb geen loze plekjes in mijn doos, Miranda. Kijk, de doos is precies helemaal vol. Kijk, die is er helemaal vol gemaakt. Dus ik weet niet wat je met loze plekjes bedoelt, maar deze is precies helemaal gevuld, Miranda, de doos. Nou, dan ga ik aan de andere kant nog een foamstripje doen. Ik weet niet wat je bedoelt, Miranda, met lege plekjes. Ik ben nog niet klaar met mijn kaartje. Of bedoel je die cirkeltjes? Die horen er zo in te zitten. Dat is het modelletje van de stans. Kijk, er zitten bij de stans. Heb je dus 2 patroontjes met het ijskristalletje en met de cirkels. Dus die ronde cirkels die horen er zo in. Kijk, en hier heb ik dus foamtape op gedaan. Ga ik het even eraf halen. Aan 2 kanten. En dan ga ik proberen om hem een beetje opgebold op het kaartje te zetten. En dan ga ik dadelijk gaan we het kaartje lekker aankleden. Oh, bijna zonde van mijn boompje. Hè? Dat is toch ook een leuke. Ja, Daline, we zullen je doos reserveren hoor. Misschien dat hij ook al wel iets eerder binnenkomt. Maar Joyce noteert dan morgen in ieder geval voor je. Marleen, we zijn vandaag begonnen met nieuwe tikkiemandjes. De tikkiemandjes blijven zoals altijd staan tot woensdagochtend. Dus tot die tijd kun je met 10% kassakorting toevoegen aan je mandje. Zondag hebben we heel de dag een tikkie live marathon. Dan laten we ook heel de dag van alles zien en dan kun je natuurlijk ook bestellen. Maar ook eigenlijk gewoon iedere dag van de week zullen er nu weer tikkie lives komen. Zoals jullie ook van ons gewend zijn. Kijk, dan doe ik aan 1 kant mijn tape vastplakken. En als ik hem nou hier vasthoud. En we plakken hem een beetje zo. Kijk, zie je? Dan krijg ik er een bolling in. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Dan lijkt het net of het een echte 3D-mok is. Kunnen jullie het zien? Denk het wel, hè? Even zo van de zijkant. Kijk, dan is het een echt mokje geworden. Maar dat doe ik dus met wat dikkere foamtape, hè? Dus dat is de foamtape van Heavy Doodle die ik daarvoor gebruik.
Marleen, je kan straks de video even terugkijken. Koop je alle 6 sets met inkt, dan krijg je 15% korting. Dat is een combi deal. Dus als je wilt bestellen in deze Tikkies Live, dan even duidelijk aangeven wat je wilt. Dan weet Joyce wat ze in je mandje mag doen. Kijk eens, ik heb al een paar pingwingetjes geknipt. Goed gevogeld, hè, Darlene? Dat vond ik zelf inderdaad ook. Kijk, deze is ook leuk met die lampjes op zijn hoofd, toch? En ik denk dat ik gewoon wat pingwings zo in mijn kopje ga zetten. Vind ik wel gezellig. Of die komt daar zo bovenuit gepiept. Nou, de aankleding, dat doe ik dus weer even met Collal 3D Kit. Zo. Kijk, zie je, maar mijn mok is echt wel in 3D. Dus dat komt echt wel een stukje naar voren. Dat is wel leuk. En dan deze, die feestneus neus met zijn lampjes. Die komt aan de voorkant. Die wou ik eerst in het kopje doen. Maar die vind ik eigenlijk te leuk om niet op de voorkant te zetten. Zo. Dus deze zetten we hier lekker voor de boom. Ik ga nog eens even kijken wat er verder nog voor leuks in de knipvellen zit. Om de rest mee aan te kleden. Want dit vind ik bijvoorbeeld ook heel leuk. Zo'n hulsblaadje. Die kunnen we weer heel leuk op onze mok natuurlijk gaan zetten. Er zit namelijk in de set zit ook zo'n setje met hulsblaadjes. Die kun je natuurlijk ook stansen. Maar ik ga hem nu even uit de plaatjes doen. Oh, Karin, je hebt lekker je handen vrij. Heerlijk lekker even knutselen inderdaad. Nou, ik dacht vandaag ook, Karin. Ik denk, we hebben al een paar dagen zo druk gehad op de zaak. Ik heb gisteren niks geknutseld. Dan moet ik helemaal afkicken. Dus ik dacht, vanavond regent het toch keihard. Jos wil toch niet naar buiten, denk ik. Ja, straks nog even. Ik denk, het is lekker regenachtig weer. De kachel aan, lekker knutsel weer, toch, dames? Dus ik knip even een hulsplaatje met de besjes. En daar ga ik even de mok nog een beetje mee oppimpen. Zomaar niet te veel. Kijk, die is gewoon heel leuk hier zo op het randje van de mok. Doen we weer een toefje 3D-kit erop. En dan kleden we het hier weer zo mee aan. Nou, ik denk dat ik straks nog even een tekstje erbij ga doen. Misschien nog even spetteren. Dat durf ik niet meer tijdens de uitzending te doen, want dan zit alles onder. En dan maak ik hem zo eventjes af, het kaartje. Maar ik vond het zo'n leuke match. Dus het nieuwe papier van Craftlab. Of van Bella Lulu, kerst in een kopje. Met de nieuwe stans van Elizabeth Craft. Leuk toch? Dus ik ga hem even op mijn gemakje ga ik hem afwerken. Zometeen niet vergeten om 8 uur is Daisy live in de groep van Boekenvoordeel. Ook daar lekker meekijken dames. Wordt ook heel leuk. Ze gaat met de grote mol Winterscene aan de slag. Ik ga mijn kaartje lekker afknutselen. Dan komt hij natuurlijk in de groep te staan. Kijk, hier kun je echt goed zien hoe 3D mijn mok is geworden op een kaartje. Zie je dat? Dus wil je een setje papier bestellen van Bella Lulu? Die is €5,99 kerst in een kopje. En deze leukert van Elizabeth Craft, die is €27,99. Alles wat je in je Tikkie Live deze week bestelt. We zijn dus vandaag gestart. We gaan door tot en met volgende week woensdag. Dat is weer met 10% extra kassakorting. Dankjewel allemaal voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!